Ja, en had het Eredivisie seizoen ergens beter kunnen beginnen dan hier. Wat ze de home of football noemen. De supporters zo blij dat ze terug zijn. En dat deed het natuurlijk wel pijn dat ze er vorig seizoen niet bij mochten zijn. In het seizoen dat ze prachtig eindigden met de promotie. Maar zij zijn terug waar ze horen. Zijn terug in de Eredivisie. En met een heel goed gevulde Adelaarshorst hebben we toch de ideale locatie gevonden om het Eredivisie seizoen 2021-2022 te beginnen. We zien de opstelling van Go Ahead. Er zijn een paar nieuwe namen natuurlijk. Er zijn wel wat spelers vertrokken ook. Met Gorter, Beukema en Veldmaat als de belangrijkste. Daardoor bijvoorbeeld hier Olaf Mangoen en Rommens die nieuw zijn. En een nieuwe spits, Witberg. Isaac Witberg, die aardig wat clubs op zijn naam heeft. De trainer is gebleven. Grote factor natuurlijk ook in het succes van Go Ahead. En hij is er nog. Een van die spelers waarvan iedereen toch dacht. Nou, die zien we volgend seizoen niet meer terug in de Eredivisie bij Heerenveen. Maar hij is voorlopig gebleven in de ploeg van Johnny Jansen. Met Mulder, de nieuwe aanvoerder in het doel. Achterin dan Van Ewijk en de andere nieuwe speler Sven van Beek. Ook komen van Feyenoord. Drezevic speelt, want Bogdanovic is zwaar geblesseerd geraakt. En Kijp is de linksback. Betekent dus dat hij voorlopig daar staat met Veerman en Congolo. Als de controleurs op het middenveld, Halilovic op 10. Dat is eigenlijk ook allemaal wel bekend. Van Bergen aan de rechterkant, Henk Veerman in de spits. En de enige verrassing die je eigenlijk kan zien is links voorin. Arjen van der Heijden speelt daar. En Stefanovic, Filip Stefanovic, een nieuwe speler, was daar door velen toch eigenlijk in de basis verrast. Veerman liet lopen voor Veerman, krijgt hem weer terug. Lilovic met een eerste schot, dat van richting verandert, erin valt. 1-0 voor Heerenveen. Met het nodige geluk scoort Tibor Halilovic. Want het schot is denk ik niet eens zo heel erg gevaarlijk. Er wordt zo van richting veranderd. Ja, dat Haan geklopt is. Hij gaat richting doel, dus het zal vast geen eigen doelpunt zijn van Lucassen. Maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Daar is Lucassen. En daar is het schot, maar Mulder redt nog net. Veerman, wat ruimte om te schieten. Hij plaatst hem net hoog. Schitterende avond in Deventer. Mulder heeft iedereen naar voren gestuurd. Hij komt daar dan met de lange bal. Uiteraard op Veerman. Naar Lilovic. Van Meijden probeert er door te komen. Dat kan zo nog. En dan kan het nog steeds. Ligt Haan in de weg. Is de voorzitter uiteindelijk niet. Veerman wat boos. Die had die bal willen hebben. Van Heijden had hier gewoon kunnen scoren. Nog wel moeten scoren. Van Ewijk. Pakt de Veerman daar hard aan. En zegt daarna blijkbaar iets onvriendelijks richting de middenvelder. Dit is een aardige poging die Haan heeft. Hij maakte er twee toen in het begin van het seizoen. Maar daarna dat seizoen en ook het hele vorige seizoen geen doelpunt meer gemaakt, Drezevic.
daar is Heerenveen weer. En Haan, die net Halilovic van zijn volgende kans houdt. Bal handig laten gaan. Rob van Gundert zich niet verrassen. Van Bergen. Veerman geeft hem lekker een loop bij Van der Heijden, die hem net overschiet. Een van de betere kansen toch in deze wedstrijd. Ja, er is er eentje die met de kop en schouders boven de rest uitsteekt. Hij is niet goedkoop. Maar dat is ook voorkomen terecht, want hij is gewoon heel goed. Ja. En als je zo'n goede speler hebt, als Heerenveen heeft, dan laat je Joey Veerman niet voor 2 miljoen vertrekken natuurlijk. Die zou wel gek zijn. Hoe snel passen de spelers van Van Wonderen zich aan naar het niveau dat gevraagd wordt? Er zijn spelers met Champions League ervaring, maar het merendeel toch bepaald niet. Voorzet is goed en daar is bijna de 2-0. Aan een goede redding van Haan voorkomt dat. Veerman schiet dan ver naast. En ongeloof bij Halilovic, die dacht... Nou, die mazzeltreffer schiet Grazy gewoon de 100% zelf in, maar goeie voorzet van Van Bergen. Dan krijgt hij net niet genoeg in de hoek, zodat Haan kan redden. Ongeloof. Bij Halilovic. Goeie redding van Haan. Veerman onder druk. Dus maar de lange bal. Veerman verlengt. Van Bergen. Van Bergen. Zoals hij in zijn eigen 16 staat, staat hij aan de basis van de aanval. Joey Veerman. Weer van Bakker. Ja, die heeft het al een paar keer laten zien in deze wedstrijd. Del kiest voor de lage bal. Dat is goed. Jongen. Berden. Krijgt hij net niet lekker voor. Claimt een strafschop. Bon vindt het niks. Rommens van ver. Mulder ziet ook van ver dat hij niet in actie hoeft te komen. Brouwers eruit. Die natuurlijk niet een top voorbereiding heeft kunnen draaien door zijn blessures. Blessure die hij eigenlijk had na vorig seizoen. Botos komt voor hem. En Berden gaat eruit voor Cardona, die dus eigenlijk een spits is, maar ook op de vleugel kan spelen. Hij heeft indruk gemaakt in de voorbereiding. En u kent het verhaal wellicht al. Hij speelde ooit in de Champions League voor Barcelona. Daar is Cardona. Aanname is goed, de paas is goed. En het schot is te wild, Botos. Wat een kans. En wat een eerste actie van Cardona. Kijken, de bal goed inschatten en de paas is echt perfect. En dan is het schot van Botos veel en veel te wild. Kuipers, Botos, Mulder naar de zijkant en dat is voldoende. Alazor staat erachter. Wegdraaiende hoekschop. Opgevangen door Cardona. Oh, wat een knal.
Bijna al een assist op Botos. Dat was goed. Hier bijna zijn eerste doelpunt. Aannemen, uithalen. Onderkant lat. Daar komt Hayal. Veerman eruit. Die moet aan de andere kant eruit. Dat wordt dan een gezellige tocht. Voor het deel langs het uitvak. We hebben even langs de Go Ahead supporters. Ik heb niet de indruk dat hij zich er heel erg druk om maakt. Hij heeft wel alles naar zijn hoofd. En de wat spottende glimlach van Veerman doet de rest. Zo, ja. Hij al met de voorzet. Kogolo komt weg. De bal valt goed voor Hayal. Die legt hem breed. En de schot geblokt. En dan valt hij net niet goed. Nog een opportunistische bal richting de 16. Waar Nauber wint. Waar Moulenga de bal heeft. Schot geblokt. Krijgt hij nog bij een ploeggenoot? Nee, Kogolo. Staat er ook net iets te weinig eigenlijk van Go Ahead in de 16. Geen goede controle even bij Veerman. Leidt nog tot balbezit voor Go Ahead met Kuipers. Lucassen. Schiet hem tegen de enige man van Heerenveen aan die daar nog stond. De Jong kopt en dan is het afgelopen. En eindigt de eerste wedstrijd van het seizoen in een zege voor Heerenveen. En er is opluchting, want wat was het moeizaam. Na rust voor Heerenveen. Go Ahead heeft alles gegeven. Maar kon de gelijkmaker net niet maken.